De Dataloog is de Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. We zijn onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Van ons hoor je het echte verhaal, de ruwe data. Je vindt onze wekelijkse podcast op iTunes, Spotify, Stitcher en alle andere bekende podcastplatformen. Nou, daar zijn we weer, Dataloog. En we zitten vandaag met Bas. Bas, eindelijk is een keertje een hardcore start-up boy die gewoon eens gaat vertellen tegen welke drempels hij allemaal aanloopt. Hij komt van het OM, dus hij komt van bureaucratie, komt hij in de wonderenwereld van nou, doe het zelf maar. Dus we zijn heel benieuwd, Jurjen. Breng het maar los, Bas. Wie ben je, Bas? Bas Doorn, vertel. Ja, Bas Doorn inderdaad. Nou, zoals je al aangaf, heb ik een tijd bij het Openbaar Ministerie gewerkt, wat inderdaad iets heel anders is dan wat ik nu doe. Het klinkt al heel traag, hè? Ja, wat heb je daar gedaan? Vertel. Ik was daar bezig met de opsporing van cybercrime. Dus het is niet zo bureaucratisch als het klinkt. Eigenlijk is het heel erg spannend. Ben jij een van die mannen die Rusland, of wat was het, Amerika getipt heeft over de Russen die de US verkiezingen hebben gemanipuleerd? Was jij dat, Bas? Kan ik niet bevestigen, nog ontkennen. Kijk, Jurjen, dit bedoel ik, hè? Volgens mij hebben we een heel ander onderwerp vandaag. Ander onderwerp. Vergeet die start-up van je, Bas. We gaan het over iets anders hebben. Cybersecurity. Deze Dataloog gaat over cybersecurity. Welkom bij de Ga verder, Bas. Ja, nou ja, mijn start-up is wel heel anders. Maar in die zin heeft het ook wel met cybersecurity te maken. We zijn namelijk bezig met het ontwikkelen van een app waarmee je kunt inloggen op websites zonder wachtwoord in te hoeven toetsen. En het idee is dan dat je, als je ergens wil inloggen, een pushbericht op je telefoon krijgt en die autoriseert met je fingerprint of met je gezichtsherkenning en dan automatisch wordt ingelogd, zodat je nergens meer een wachtwoord voor hoeft te onthouden. Is dat een beetje als ik op een device, anders dan mijn laptop, inlog dat ik van Google een berichtje krijg, dit nummer moet je intypen, of zit ik nu helemaal verkeerd, Bas? Dat is een ander soort oplossing voor hetzelfde probleem. Alleen werkt dat, vaak zijn dat soort dingen dan door één fabrikant gemaakt. Bijvoorbeeld Google heeft een oplossing om Google veiliger te maken. En zeker die grote bedrijven gebruiken allerlei dingen om patronen te herkennen en dus ook te kunnen detecteren als er wordt afgeweken van dat patroon. En dan zie je dus soms allerlei dingen van, nou, het is ongebruikelijk dat vanuit dit IP-adres wordt ingelogd of zo. Maar goed, dat is vooral een oplossing voor Google zelf. En er zijn eigenlijk maar weinig bedrijven die echt de kracht en de capaciteit hebben om dat soort dingen voor hunzelf te ontwikkelen. Dus voor het grootste gedeelte van alle websites zitten we gewoon nog steeds met een username password. En dat is met name wat het vervelend maakt, dat steeds meer websites worden. Dus als je op een gegeven moment 100 verschillende wachtwoorden hebt, wordt dat moeilijk om allemaal te onthouden. Ja, vertel mij wat. Ik heb een hele database heb ik opgebouwd om allemaal wachtwoorden te onthouden. Ik heb er even geteld, maar ik heb er over de 100. Ja. Dan heb ik het over de alle sites, mijn domein, nou, noem allemaal maar op. Maar we gaan eerst even naar het datanieuws van de week. Ik heb geen datanieuws, maar mijn nieuws is dat ik de griep overwonnen heb. En dus mijn stem is nog mooier, Jurjen. Maar jij hebt echt een cybernieuwsje. Ja, dat is wel grappig, dat ook weer met Kien is. Ik kreeg op mijn Twitter feed binnen dat de algoritmes zijn, machine learning algoritmes, die gewoon dat CAPTCHA-methode, dat je dus letters hebt die dan gescrambled zijn en dan lijntjes erdoor, dat die gewoon gekraakt zijn binnen een halve seconde. Dat je gewoon weer een manier van machine learning die eigenlijk ingezet wordt in de cybersecurity tegen de security die we al hebben. En ik vind dat op twee manieren vind ik dat interessant. Aan de ene kant kunnen dus gewoon dingen lezen uit CAPTCHA's die je zelf daar... Kan je heel even uitleggen wat dat zijn? Ja, je krijgt dan zo'n plaatje voor je en dan staat er een scheve A en een kleine O en een strepen doorheen en een beetje vage letters. En ga je daar ook, hoeveel auto's zie je op deze foto's? Dat is een heel andere methode die niet zozeer gekraakt is. Dit ging over specifiek die letters en die cijfers die dan gekraakt zijn die je inlaat als plaatje. En vervolgens dat een machine learning algoritme daadwerkelijk zegt dat dit is het antwoord en je komt een site binnen. Bas zit te kijken van business as usual, maar dat is jouw nieuws, Jurjen.
Nou, ik wil nog even ingaan op die andere methode. Dus die methode van dat je dus, waar zie je auto's staan? Dat is vanuit de Googles in deze wereld super interessant. Want daar wordt gewoon weer een nieuwe dataset gecreëerd. Hè? Ik heb wel eens, als ik daarnaar kijk, dat ik denk, is dit nou echt? Of is dit, heb jij dat ook van, zie je een auto? Dan denk ik, is dat nou een serieus voorportaal om ergens binnen te komen? Ik heb het meer met jouw cijfers en je letters. Nou, wat je dus daar ziet, dat is, ik vind het eigenlijk, dus als je dus daarmee bezig bent, dan ben je eigenlijk plaatjes aan het taggen. Ja. Er worden gewoon aan het werk gezet door Google. Dit wordt er gewoon een tag gezet. Dit, eigenlijk, jongens, dit bedoel ik nu. Dit is dus wel fantastisch. Ik voelde al ergens, maar ik word gewoon... Ja. Je wordt gewoon jij bent plaatjes aan het taggen. Zie je ergens een auto en dan zie je Google, daar is een verdomd. Ja, verdomd. Dus daar wordt het voor gebruikt. Maar herken je dat nou, Bas? De captchas van deze wereld die dus eigenlijk helemaal niet zo heel secure leken en toen ze ontwikkeld waren, maar eigenlijk nu al lang niet meer dat zijn? Nou ja, het is natuurlijk een proces, want die dingen worden ontwikkeld eigenlijk om te testen of je een mens bent. Dus het feit dat mensen mee bezig zijn om toch dat te proberen te kraken is in feite eigenlijk ook wel het doel van zo'n captcha. Maar ja, wat je denk ik wel ziet, is dat op een gegeven moment die letters en cijfers, die worden denk ik al heel lang gebruikt. Ik denk dat dat misschien een beetje een van de eerste manieren was die gebruikt wordt. En ja, dat is typisch iets waar heel sterk op ontwikkeld wordt, op het herkennen van letters en cijfers in plaatjes voor OCR-dingen en zo. Dus die recaptcha van Google die je steeds vaker ziet. Ja, ik denk dat dat dan weer een nieuwe methode is die nu aantrekkelijker is geworden. In feite wat je wilt doen is een probleem presenteren aan de gebruiker die voor mensen makkelijk op te lossen is en voor computers moeilijk. Hey, maar terug naar Bas. Bas, vertel, hartstikke spannend bij het OM. Allerlei boeven oprollen en de security. En dan ga je zo'n autogarage in om een start-up op te zetten. Vertel, wat ging er mis bij het OM? Nee, het ging helemaal niet mis. Nee, ik heb een hele leuke tijd gehad bij het OM. Maar op een gegeven moment doe je... Ja, wat? ik werkte met name op Marktplaats op het dark web. En de opsporing daarop. Ja. Dus je hebt alles voorbij zien komen. Ja. Vertel. Nou, die Marktplaats op het dark web, je ziet dat die eigenlijk over het algemeen... Dat er voornamelijk drugs wordt gehandeld. Dus daar ben je niet vrolijk van, hè? Ja, dan hangt er vanaf of je van drugs houdt. Ja, dat, ja. Een heleboel mensen werden er wel vrolijk van. Die bestelden daar hartelust. En een aantal andere mensen die werden er vooral heel rijk van. Omdat ze verkochten of het platform beheerden. En dan vang je natuurlijk over elke transactie. Ja, dus het werd tijd om de volgende stap. En dat werd Keen. Vertel. Ja. Nou, kwam je idee vandaan? Idee kwam van, ik was bezig met een bachelorscriptie voor informatica en dan was ik bezig met een protocol ontwikkelen voor iets totaal anders. En toen dacht ik eigenlijk, nou, volgens mij zou je wel op deze manier met een wachtwoord kunnen inloggen. Want hoe Keen ongeveer werkt is, wachtwoorden staan alleen op je telefoon opgeslagen. En als je ergens wil inloggen, worden daar eigenlijk opgehaald. Het staat in mijn keychain, hè? Ja, maar dan alleen lokaal. Jongens, wat is een keychain? Ja, hey, ja, god, wel leuk dat ik nou eens een keer deze vraag mag beantwoorden. Nee, maar op mijn Mac heb je gewoon de keychain. Dat is een soort folder, mapje. En er staat dus via de www, staat daarachter, dat is het wachtwoord. Daar wordt het opgeslagen, toch Bas? Zeg ik dat juist? Ja, de keychain is in feite gewoon een woord van of een manier van Apple om bepaalde gegevens versleuteld op te slaan. Ja. En die kan ik verwijderen, dus dan moet ik het weer opnieuw ingeven. Maar die staan gewoon opgeslagen op mijn laptop. Maar ga door, Bas. Ja, wat het punt is, die telefoon heeft bijna iedereen in zijn zak. En daar zitten ook best wel goede biometrische authenticatiemethoden op. De nieuwere laptops hebben dat misschien ook wel, maar heel veel computers niet. Dus eigenlijk door alleen de gegevens of de wachtwoorden op je telefoon op te slaan, kun je daarvan gebruik maken. Door dat eigenlijk te gebruiken als authenticatie device. Dus maar heel even voor mij. Hè. Ik heb zo'n iPhone. En dan moet ik ergens inloggen. En dan moet ik met mijn vinger. Dat is wat je bedoelt. Hè. Dus ik heb mijn vingerafdruk. En dan kan ik eigenlijk op een aantal sites kan ik gewoon direct inloggen. Omdat zij mijn vinger herkennen. Dat is wat jij zegt. Ja, nou, de website herkent je vinger niet. Maar je mobiel wel. Ja. Die krijgt eigenlijk een aanvraag van mag ik het wachtwoord van bol.com bijvoorbeeld. Nou, dat autoriseer je dan met je fingerprint. En alleen binnen je device wordt gecheckt van, nou, is dat de juiste fingerprint? En als dat zo is, dan wordt het wachtwoord weer versleuteld teruggestuurd naar je computer. En daar automatisch ingevuld. Dus in feite is het gewoon een wachtwoordmanager. En dat gebeurt niet op je laptop of op? Nee. Duidelijk. En het voordeel daarvan is dat het staat alleen lokaal opgeslagen. Dus niet weer op een server van Google of wat dan ook. Dus ja, je blijft toch wat meer eigenaar van je eigen, in dit geval wachtwoorden.
Zeg je nou dat we over het algemeen niet eigenaar zijn van ons eigen wachtwoord? Nou, dat hangt er vanaf hoe je eigenaarschap natuurlijk definieert. Ik denk dat moet definiëren. Ja, daar kan je een aparte podcast over een data aan kan besteden. Maar ja, als het op een server van iemand anders staat, heb je in ieder geval andere mensen er toegang toe. Ook al is het wel versleuteld. En dat maakt natuurlijk wel degelijk uit. En hoe je dat dan versleutelt. Het is niet een binair gegeven van oké, als het op je telefoon staat opgeslagen, is het veilig. En als het op een server staat, is het onveilig. Zo werkt het ook niet. Maar het kan wel een prettig gevoel zijn dat je weet, dat staat alleen lokaal opgeslagen. Maar even terug, voordat we echt de diepte ingaan. Je deed je scriptie voor je bachelor. Ja. En toen dacht je van, god, dit is een opportunity. Niet alleen voor mijn opleiding, maar ook commercieel. Ja, het was toen een ideetje en eigenlijk daar een beetje verder op gaan broeden en verder gaan uitwerken. Totdat het op een gegeven moment zo'n vorm aannam. Dat ik dacht, of we moeten er helemaal voor gaan en kijken of dit... Kan je een beetje in grote stappen aangeven wat je hebt gedaan en wat de richting is die je opgaat met deze oplossing? We hebben een app ontwikkeld. Die is nu, de beta-versie is bijna klaar. En een browser-extensie. Dus tot nu toe heeft er vooral veel tijd gezeten in de ontwikkeling van de software. En qua bedrijf gaan we nu eigenlijk een beetje twee stromen. Staat de app in de store? Nee, nog niet. Oké. Nee. Wat is de verwachting? Ik hoop eind deze maand. Dus waarschijnlijk wordt het eind maart. Ja. Hey, leuk. En hoe, als hij in de store hangt, hoe kunnen we vinden? Gewoon zoek op Keen. Als het goed is, en dat schrijf je? K-E-Y-N. Heel goed. Oké. Okay. Tot nu toe veel ontwikkeling. Qua bedrijf gaan we nu enerzijds business to customer. Dus gewoon dat iedereen kan gebruiken en bedrijven. Wat had je nu altijd al willen weten over data science? Lig je wakker met vragen over machine learning? Wat zijn de grenzen van artificiële intelligentie? Heb jij een vraag voor onze podcast? Laat het ons weten. Dat kan per mail naar datavraag@dedataloog.nl. Maar nog leuker vinden we het als je zelf je vraag inspreekt en toestuurt, of de vraag bij ons in de uitzending komt stellen. Je begon met je scriptie, zei. Waar sta je nu? Ben je alleen? Heb je meerdere mensen? Financiers, vertel eens even over het opstaan van je scriptie naar een organisatie. Waar liep je tegenaan allemaal? Eigenlijk heb ik al vrij snel twee andere mensen erbij gevraagd. Het leek me ook gewoon leuker om met meer mensen te doen dan zoiets in je eentje te doen. Dus we zijn eigenlijk met z'n drieën gestart. Het bedrijfje waarbij ik er nu tot nu toe wel het meeste tijd in heb gestoken. Maar dat gaan we nu dan weer een beetje recht trekken. En eigenlijk zijn we gewoon nu... Op een zolderkamer. Ja, we huren hier in het pand waar we nu zitten, waar we deze opname opnemen. Hebben we nu een kantoortje. Dat is ook wel een stuk leuker. Alleen maar thuis zitten, dan word je ook... Er zitten wat financiering al in. Zijn er al mensen aan boord? Heb je al aandelen uitgegeven? Wat is de stand? Los van de aandelen die we natuurlijk met ons drie hebben verdeeld, hebben we een prijs gewonnen. Dus dat was een... Vertel, wat voor prijs? Een lokale ondernemersprijs. Leuk. Ja, Gulliver heet dat. Dat was heel leuk om aan mee te doen en ook leuk om te winnen natuurlijk. En wat heeft dat opgeleverd voor je, zo'n prijs, buiten exposure? De prijs zelf was 10.000. Dus dat is natuurlijk een mooi bedrag om mee te starten. Ja. Maar vertel, wat, waar staan we je nu en wat zoek je en wat mis je en hoe gaat het en hoe kan je tegen Kaspersky het keer gaan? Ja, goeie vragen. We hebben nu nog wat extra financiering, dus we gaan nu langzaam aan het groeien. Maar wat je op een gegeven moment wel, waar je tegenaan loopt, is van we kunnen nu gewoon vooruit met z'n drieën. Maar hoe snel wil je gaan groeien? Moeten we nu een investering van zoveel miljoen erbij gaan halen en dan 10 mensen in één keer aannemen zodat het allemaal veel sneller gaat? Of ga je meer langzaamaan gewoon het vanuit jezelf opbouwen? We zijn benieuwd, hè, Jurjen, wat Bas nu gaat zeggen. Vertel. Ja, ik heb het antwoord helaas ook niet. Het is iets waar ik over twijfel. Waar moet je op gaan focussen? Maar het betekent ook wel wat voor je, waar je eigenlijk dagelijks mee bezig bent. En wij vinden het heel leuk om gewoon iets goeds te bouwen. En als je op een gegeven moment de hele dag bezig bent met investeerders praten en meer met de financiële kant, is dat natuurlijk ook voor jezelf iets anders waar je mee bezig bent. Hoe ziet je go-to-market plan eruit? Dat hangt een beetje van af of het gaat over de business-to-customer kant of business-to-business. Voor bedrijven zal het meer
Gericht zijn op gewoon acquisitie. Dus langzaam gaan bedrijven presenteren van, nou, dit kunnen we doen. En dat het ook wat meer customized is van, ja, hoe kunnen we cybersecurity, in dit geval specifiek op wachtwoorden, voor bedrijf X verbeteren. En voor business to customer, ja, zullen we op een gegeven moment, zijn we nu eigenlijk gewoon een beetje aan het tweaken, totdat het product zo is dat mensen erop zitten te wachten. Want dat willen we natuurlijk. En als we daar eenmaal zijn, ja, dan denk ik dat we wel extra financiering nodig hebben voor marketing en om te zorgen dat dat sneller gaat. Kan je een beetje in grote lijnen vertellen hoe de oplossing werkt? Ja, zeker. Ja, zoals ik al zei, alles staat op je telefoon opgeslagen. Je installeert in je browser een browser extensie. Het eigenlijk het enige wat die doet is die communiceert met je mobiel. Dus als je de app installeert, moet je die pairen met je browser. Dat doe je door het scannen van een QR-code. En dan worden er sleutels uitgewisseld, zodat er alle data die verstuurd wordt tussen je browser en je telefoon wordt end-to-end versleuteld. En als je dan vervolgens ergens wil inloggen, dan krijg je een bericht op je telefoon, autoriseer je, wordt het wachtwoord teruggestuurd en word je automatisch ingelogd. Hey, hartstikke leuk. Geen oude kerel zie ik voor me. Hoe weet ik nou dat het secure is? Dat een paar van die boeven even wat bedacht hebben en er staat inderdaad geen Kaspersky of een andere gerenommeerde naam boven. Hoe weet ik nou dat het secure is? Ja, goede vraag. En ook iets waar wij mee worstelen. In de security wereld over het algemeen kan open source-heid of open sourceness bijdragen aan vertrouwen in security. Dus iets wat closed source is, het over het algemeen, ja, onder security experts minder vertrouwen in. Maar dat is ook weer iets waar de gewone burger eigenlijk helemaal geen boodschap aan heeft. Die heeft misschien meer iets, inderdaad staat er een Kaspersky logo op of niet. Dus ja, hoe je daar dan een beetje een soort middenweg in vindt, is wel een uitdaging. Kun je die wereld, die security wereld een beetje schetsen? Je hebt het nu over de security wereld. Hoe ziet die wereld eruit? Waar zitten de experts en waar zitten de belangrijke visies en meningen over of iets secure is of niet? Je hebt natuurlijk, het zit dicht tegen de wereld aan van gewoon informatici. Maar daarbinnen is het denk ik gewoon een subgroep, die mensen die specifiek op security focussen, wat voor een gedeelte uit academici bestaat, die gewoon natuurlijk fundamenteel onderzoek doen naar nieuwe kwetsbaarheden of cybersecurity in het algemeen. En natuurlijk binnen bedrijven zijn er ook een heleboel mensen die er expert op zijn. Die bijvoorbeeld van een groot bedrijf verantwoordelijk zijn voor de cybersecurity. Die mensen die komen bij elkaar zoals elke andere beroepsgroep dat doet. En dat is denk ik de core van de cybersecurity community. Hey, we hebben nu een aantal podcasten opgenomen met overheidsorganisaties die innovatie willen stimuleren. Met bedrijven die vooral bezig zijn met operationele processen en weinig tijd hebben voor innovatie. We hebben vragen gehad in de sleutelvraag van er moet meer geld naartoe. Wat zijn nou drempels die jij hebt ervaren? Waar zou jij nou hulp willen hebben om jouw onderneming daar neer te zetten waar jij hem neer wil zetten? Waar loop jij tegenaan? Of loop je ergens nergens tegenaan en zeg je gewoon van joh, gewoon doen? Nou, waar we het net over hadden, dat vertrouwen is wel denk ik een grote uitdaging voor ons. Omdat je klein bent, heb je eigenlijk dat vertrouwen van een groot merk als Kaspersky niet. Terwijl je misschien wel gewoon goede code aan ten grondslag ligt. Dus als je op een gegeven moment op een bepaalde manier dat vertrouwen zou kunnen wekken. En misschien kan de overheid daar op een bepaalde manier aan bijdragen. Ik weet niet precies hoe. Maar denk er eens over na. Wat zou de overheid voor jou kunnen betekenen om jouw onderneming op een global scale uit te zetten? Nou ja, misschien zou je iets kunnen zoeken in de zin van dat, wat ik eerder zei, open source kan bijdragen aan het vertrouwen van security experts erin. Misschien zou de overheid zo een soort rol op zich kunnen nemen. Ik denk dat ze dat niet willen, want je wordt ook verantwoordelijk natuurlijk gedeeltelijk daarvoor. Maar als je op een gegeven moment kan zien van oké, nou, we hebben dit product. Hoe zit de security ervan in elkaar? En kan je op een bepaalde manier tegen de maatschappij zeggen van nou ja, dit ziet er goed uit. Maar dan ga je natuurlijk een soort certificaat zoeken. Ik zit net te denken, dan gaan we toch iedere keer weer, komen inderdaad de logo weer uit op certificeringen, Lex. Ja, dus certificering van algoritmes, certificering van security, ja, net normen, ISO.
Wil jij dat, Jurjen? In Leiden, Lex. De noise gate, de roadcaster, die kan de meeuw er niet uithalen. Ja, nee. Inderdaad, ja. Nee, ja. Maar dat is wat jij bijvoorbeeld behoefte aan zou hebben. Een soort stempel op jouw product, goedgekeurd door. Ja, op een bepaalde manier wel, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel zou helpen. Ik denk dat, en dat hoeft voor ons natuurlijk niet... je vraagt het nu specifiek voor de overheid en dan komt het denk ik snel daarop neer, maar... Voor ons zou dat ook kunnen helpen als bijvoorbeeld een groot bedrijf in Nederland zegt dat als die onze klant zou worden en daarmee zegt van nou ja, wij hebben dit onderzocht en wij gaan Keen gebruiken, dan kan dat ook het vertrouwen. Dat is dus een van de dingen die de vorige dataloog over AI net bij TNO ook in de voren kwam. Die zei, de overheid heeft ook een verantwoordelijkheid om te experimenteren en lead customer te zijn voor innovaties. Zie jij de overheid als mogelijke klant van jou? Nou ja, dat als je op die manier, als de overheid dat op die manier zou benaderen, zou dat ja natuurlijk wel, zou dat ons heel veel helpen. Want dat zou denk ik wel hetzelfde effect kunnen hebben als zo'n certificering, alleen iets minder formeel geregeld. Maar voor nu is de overheid voor ons niet denk ik de eerste partner. Want ja, die bureaucratie maakt het gewoon lastiger om snel en makkelijk iets te kunnen verkopen. Ja, denk ongeveer te weten hoe dat gaat, weet je wel. Ja, dan aanbesteding. Nou, gaan we kijken wat er allemaal is. Voor je het weet ben je een jaar verder. Dat is denk ik nu de werkelijkheid. Hey, en jullie zitten met 3 techneuten bij elkaar. Hè? Dus er is nog geen marketing expert aan boord. En nou, een beetje over een paar maanden staat hij in de app. Hè? Heb je al een beetje prognose over een jaar waar je wil staan? Met afnames? Of heb je er nog niet over nagedacht? Ja, daar hebben we zeker wel over nagedacht. En we zijn ook niet 3 techneuten. Zeg maar 2 van ons zijn techneuten en de ander is meer verantwoordelijk voor dit soort dingen. Eigenlijk doen we dat een beetje samen. Maar we hebben wel een soort planning in ieder geval een aantal apps verkopen dit jaar. En waar moeten we aan denken dan? Een stijgende lijn. Vertel, waar wil je over een jaar staan? Want met name de go-to-market is wel heel belangrijk, hè? Ja. We willen dit jaar dat 750 mensen voor de app betaald hebben. Dus daarna als wat kost dat? Kan je dat vertellen? Ja, waarschijnlijk een tientje per jaar. Abonnementsvorm dus. Ja. Dus jij komt op de 99 cent uit waar bijna alle apps in de store op staan. Ja, ja. En is dat een light versie of is dat al real deal? De real deal. Dus de light versie wordt dan gratis. Dus je kunt het proberen dan voor je eerste 10 accounts. Kun je 10 websites toevoegen. Dus als je maar 9 websites hebt, dan kun je het voor altijd gratis gebruiken. Maar als je er 100 hebt, zoals jij, dan zul je de betaalde versie nodig hebben. En dan een tientje per jaar, 1 euro per maand. Een beetje die orde van grootte, denk ik wel. En hoe ga je die aantallen halen? Nou ja, dan zullen we geld moeten gaan steken in marketing. En ben je daar al mee bezig? Of eerst maar even concentreren op technologie, ontwikkeling in de store zetten en dan een investeerder zoeken? Ja, al is het misschien wel iets waar we nu gewoon op moeten gaan focussen. Want die investeerder, dat is wel weer een interessant vraagstuk, die zijn niet makkelijk te vinden. Praat je nou veel met investeerders die zeggen, nou, ik wil je wel, ik zie er wel wat in, hier heb je een pot geld. Zo makkelijk gaat het tot nu toe nog niet. Maar nee. we hebben nu een investering, maar van een fonds hier in Leiden. Wat een samenwerking is van Plant hier en de universiteit. Daar hebben we een businessplan ingediend. En dan moet je ook een soort procedure door. En die investering hebben we nu wel gekregen. Dus we hebben nu wel een start en we kunnen nu even vooruit. Maar, en die investering is dus semi-publiek-privaat geld wat je nu gekregen hebt? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan ben ik altijd weer geïnteresseerd. Hè? Dan komt er inderdaad op een gegeven moment moet er zo'n stropdas aan tafel komen. En die gaat natuurlijk vragen, ja, maar ik heb wel wat seed capital. Hoeveel aandelen wil je kwijt? Heb je daar al over nagedacht of nou helemaal niet? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog niet heel goed over nagedacht heb. Ja. Wordt er in die opleiding, overigens ben je daar al klaar mee? Of zit je er nog dik in die opleiding? Met je bachelor waar je toen aan begon? Nou, ik heb eerst criminologie gestudeerd, dus dat is af. En de bachelor informatica heb ik ook klaar. Ik schrijf nu mijn scriptie voor mijn master information. En zit daar ook een soort module aan van go-to-market? Hoe ga je dat doen en niet? Hè? Dat moet je toch zelf allemaal... En ja. Dat zie ik toch wel, Jurjen, ook weer hè, terug naar AI in Nederland. En hoe ga je hier nu, hoe ga je dat goed neerzetten? Daar zit ook een mega gap. Technologisch, geloof ik het allemaal, komt bij ontzettend veel tech-startups Ja, en dan die volgende stap. En dan zie je toch dat toch wel heel veel procent van de bedrijven daar ook gewoon
geen kaas van heeft gegeven. Dat het op de plank wordt gelegd en dat de mannen toch weer een vaste baan gaan zoeken om inkomen te genereren. En hoe zie jij dan, hebben we nu publieke cursussen AI, publieke cursussen op weet ik veel wat voor dingen. Hoe kan de overheid ons ondersteunen in dat het wel gaat lukken? Welke kennis en kunde hebben we nodig en wie is daar verantwoordelijk voor? Ja, kijk, weet je, ik kijk daar niet naar de overheid. Nee. Moet ik je eerlijk zeggen, okay. Kijk, als ik Bas naar jouw oplossing kijk, dan zal het vooral viraal in de markt gezet moeten worden. En dan zie ik toch niet een aantal dure verkopers met een koffertje langs wat de bedrijven gaan. Dus ja, wat je hier nodig hebt is echt een specialist op het gebied van digitale marketing. En die moet je gewoon op een gegeven moment op je budget zetten en daar iemand voor vinden die dat wil betalen. Zo zal dat, denk ik, in dit geval, Jurjen, wel gaan. Ja. Maar hier kan de overheid niets aan doen. Hier moet je echt specialisten opzetten die gewoon gefinancierd worden door seed capital of wat dan ook. Maar we zitten hier bij PLNT. Dat is toch een overheidsincubator waar geld ook zou moeten zitten, neem ik aan. Bas, waar zitten we nu hier? En wat betekent deze toko voor jou? Ja, dit is een bedrijfsverzamelgebouw, maar gericht op start-ups, waar ook wel meer wordt aangeboden om dat soort dingen te stimuleren. Dus die dingen die je noemt, ook vormen van onderwijs op het gebied van marketing en dat soort dingen, dat wordt hier ook wel aangeboden. Dus je hebt allerlei programma's voor start-ups, wat wij ook hebben doorlopen een jaar geleden. Dus dat soort lessen wat over het algemeen ontbreekt bij een academische studie, wordt wel op deze manier hier aangevuld. En het zit hier ook dicht tegen het onderwijs aan, tegen de hogeschool Leiden en de universiteit Leiden. Dus in die zin wordt daar zeker wel aan gewerkt. Gaaf. Ja. Ik denk ook die kettingvraag maar stellen aan Bas. We hebben vorige week dus bij AI net gezeten, bij TNO. En daar kwam het over waar we wel goed in zijn, waar we niet goed in zijn. Dat moet je even naluisteren op onze podcast. En de directeur van TNO, Henk-Jan Vink, die kwam met een vraag over investeringen en waar je de investeringen ziet en waar je ze niet ziet. En ik ga je de vraag stellen. Het is een beetje een complexe, lange vraag op de intro. Maar het basisvraagstuk haal je er wel. Ja, ik kan er wel knippen. Ik zou gewoon die knop indrukken. Ja. Maar ook zijn we ook bereid om, we leiden ontzettend veel goede mensen op vanuit die publieke kennisinfrastructuur. Zijn die bedrijven ook bereid om echt zelf mee te investeren? De private investeringen vanuit die triple helix, die zouden best wel wat steviger kunnen. Maar datzelfde geldt vanuit de overheid. We zien dat de investeringsquote in Nederland, die zit ongeveer op tussen 1,5 en 2% van het bruto nationaal product. We hebben ooit afgesproken dat we op 2,5 zouden zitten. Je ziet dat de Duitsers, die hebben met elkaar gezegd, ja, we moeten op 3,5 gaan zitten van het bruto nationaal product om internationaal concurrerend te blijven. Dus we moeten als triple helix met elkaar nadenken, hoe komen we ook op die investeringsquote weer? Ja, investering, geld. Zie je veel geld? En zie je veel geld vanuit de overheid, vanuit de private organisaties? Wat zie jij, Bas? Ik denk dat het er wel is. Maar volgens mij is het wel iets wat je ook gewoon zelf moet opzoeken. Dus er zijn heel veel fondsen en innovatiepotjes en subsidies waar je je op kan inschrijven en businessplannen sturen. En ja, dat hebben we gedeeltelijk gedaan. Ik denk dat we daar nog meer kunnen uithalen. Maar de vraag die gesteld wordt gaat natuurlijk meer nationaal van oké, hoeveel moeten we als land daarin doen en hoe doen we dat ten opzichte van Duitsland? Wat natuurlijk op een heel andere schaal erover nadenken is dan wij als bedrijfje doen. Je benadert dat op een hele andere manier. Je kijkt wat er is, wat moet ik doen om dat te kunnen krijgen. Dus dat is denk ik lastig te vergelijken. Maar als jij nou mag kiezen, de overheid die veel meer voor je doet of andere resources? Waar zou je dan voor kiezen? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van de voorwaarden af. Ik denk over het algemeen is het zo dat de overheid misschien... We hebben nu natuurlijk dat fonds gekregen. Nou, dat zijn best wel relaxte voorwaarden. Je hoeft niet de 20% van je aandelen meteen weg te geven. Dus in die zin is dat voor ons gunstiger. En zien we dat natuurlijk liever. Maar ja, op een gegeven moment kan het ook zo zijn dat er aan andere potjes andere voorwaarden zitten. En of dat je een hele relaxte investeerder kan vinden. Geen idee. En dus dan, ja, dus maakt het denk ik niet zo uit. Dus de overheid heeft je geholpen met een fonds. En dat fonds kan je zelf inzetten waar jij denkt dat het beste rendeert. Dat is eigenlijk de oplossing die jij toch het beste vindt voor je onderneming. Nou ja, op dit moment. Ik denk uiteindelijk als je grotere investeringen wil aantrekken en echt hard wil groeien, Dan denk ik dat je eerder misschien uitkomt bij particuliere investeerders. Wat dan prima is. Maar zeker voor die beginfase, als het dan allemaal iets minder spannend is.
een iets relaxtere voorwaarden, dan ja, is dat wel fijn. Hey Lex, als jij die vraag nou zou moeten beantwoorden van Henk-Jan, jij als investeerder? Dan moet je even de vraag herhalen, Jurjen. Nog een keer? Jongen. Oh nee, je bedoelt de TNO-vraag. De TNO-vraag. Jij hebt daar ook een visie op. Dat kan nee. Kijk, weet je wat ik vind? Tuurlijk, overheid moet alles doen. En Kennedy die zei, we put a man on a man. En een complete industrie ontstond. Wij zijn natuurlijk best wel een klein landje. Mm-hmm. Ik geloof veel meer dat het, waar we het ook in het vorige podcast over hadden. Je moet die mensen hebben die zeggen van, joh, weet je, ik zie gewoon dat het ontzettend belangrijk is. En naast onze operationele activiteiten moeten wij gewoon ruimte maken voor wat insights van data kan betekenen. Ik natuurlijk, de overheid kan veel doen, maar ik geloof veel meer in de individuele productiviteit van mensen die dat oppakken. En daar zie je gewoon, zo'n Jeff Bezos, die doet het gewoon. Hè? En grote retailers die zeggen, joh, hoe vaak ik niet kom bij CEO's die zeggen, ja, maar onze business, Lex, ja, die is zo uniek, dat is heel anders dan. En dat is gewoon niet waar. Je moet gewoon mensen hebben die zeggen, joh, weet je, ik ga het gewoon doen. En natuurlijk, en wij hebben zelf ook, wat jij zei, Bas, wij hebben WBSO-subsidie. Hartstikke gaaf. Die overheid die heeft allerlei loketten waar je naartoe kan om fondsen op te halen. En die zijn best wel ruim, ook met administratie en dat soort zaken. Dus ik vind dat er genoeg is. Ik kijk meer naar de ondernemer die proactief moet zijn en moet zeggen, joh, ik ga het gewoon doen. Oké. Helder. Bas, nog een laatste vraag van mijn kant dan. Je bent nu met z'n drieën. Lex zegt, je moet de mensen vinden die het gewoon gaan doen. Is het dan makkelijk voor jou om meer mensen te vinden die met jou mee gaan doen? Denk je dat? Hoe is jouw beeld daarvan? Of het makkelijk of moeilijk is, weet ik niet. Maar uiteindelijk is denk ik van ja, je moet wel mensen enthousiast kunnen krijgen voor in dit geval Keen. Als dat dan niet lukt om mensen mee te krijgen die dat samen met je willen doen, dan wordt het denk ik ook heel lastig om de rest van de wereld te overtuigen dat Keen iets goeds en leuks is. Dus volgens mij moet dat makkelijk lukken. Laatste vraag, Bas. Waar staat Keen over 5 jaar? Nou, dat zijn we natuurlijk enorm succesvol, of niet? Ja, maar nou, niet lachen. Nee, doe het serieus. Echt een goede... Ben je internationaal? Mogen we je weer interviewen over 5 jaar op een grote boot? Vertel. Nou, kijk, ik denk dat we gewoon als... We gaan naar een andere manier van inloggen. Die wachtwoorden worden op een gegeven moment uitgefaseerd. Er zijn ook allemaal grotere projecten om dat te doen. En Keen is denk ik een goede brug om daar naartoe te gaan. Want wat natuurlijk het grote verschil is met al die projecten is, Keen werkt nu al, omdat het wachtwoorden managed. Dus ik denk dat Keen die brug kan slaan en kan helpen om mensen veiliger te maken. En ik hoop dat gaat lukken. Als dat over 5 jaar lukt, dus dat we mensen daar naartoe kunnen brengen, dan zou ik heel blij zijn. Nou, dat is mooi. Ja, die naam, hè, Keen. Kun je die nog even uitleggen? Ja, als je de N weghaalt, dan blijft er sleutel over. Ja. Nou, en omdat anders is het alleen sleutel. Ja, zo simpel. Heerlijk. Wij proberen weer een wiskundesom te ontleden. Maar ja, dit, zelfs dat lukt ons niet. Het ontsluitelen van een naam, daar moet je nagaan. Dan moet je ook overlaten aan Bas. Weet je, dat kunnen wij helemaal niet. Niks voor ons. Bas, heb jij een vraag waarvan jij denkt, dit zou ik nou nog willen weten over AI, digitale transformatie en dergelijke, die je aan een volgende gast, die nog moet bepalen, wel willen stellen? Wat zou je willen weten? Goeie vraag. Je mag nadenken, we knippen eruit. Waar ik wel benieuwd naar ben, maar los van mijn bedrijf, maar gewoon in het algemeen, van of het punt dat de computers slimmer worden van de mens, of we dat of wij dat nog gaan meemaken. Want ik hoor daar wisselende berichten over. En natuurlijk in die films en zo, dan is het altijd het antwoord ja. Maar gaat het zo'n vaart lopen? Hoe oud ben jij, Bas? Bijna 30. Volgende week. Dan denk ik dat jij dat zeker nog gaat meemaken. Ik denk dat er heel veel algoritmes slimmer zijn dan ik. Ja, maar jij wat is slimmer natuurlijk. Ja, dat is waar. Nou, we gaan het zien. Ik in ieder geval bedankt voor je aanwezigheid in Dataloog. Lex, wij zien elkaar weer bij volgende Dataloog. Splunk gaan we dan spreken. Ja, hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Ja, oké. Dankjewel en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast.
Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!